IJsjes, hamburgers en kampvuurliedjes. Na het University toverde de campus op donderdagavond 19 mei om in een sfeervolle ontmoetingsplek voor iedereen van binnen en buiten de universiteit. Hoe is het om hier in de avonduren, in de nacht, colleges te volgen? Heel leuk, heel leuk. Leuker dan overdag. Want dan volg je natuurlijk de vakken die je moet volgen en de lessen die je moet volgen. Dus het is heel leuk om gewoon dingen te horen die je normaal gesproken niet zou horen. Cigarette tax. It poses extra cigarettes. People smoke less. Natuurlijk waren er ook boeiende colleges van talentvolle docenten van eigen bodem, aangevuld met spraakmakende gasten. Een avond vol colleges en nieuwe inzichten, hoop ik. Hoe heb je het ervaren vanavond? Ja, heel leuk. De sfeer is wat anders dan overdag colleges volgen. En het is ook een ander soort college die je krijgt dan normaal. Ga je nog iets leuks doen vanavond? We gaan zo denk ik naar de Silent Disco. Dus dat is ook wel leuk. En we een paar biertjes drinken, denk ik. Hoe is het om in de avond en zelfs een beetje in de nacht colleges te volgen? It was like, nothing different, I would say. No. Because it wasn't like a real lecture. I felt like more as being in a very inspiring talk and not a lecture. Well, you just visited the lecture of Ferry about the Bataclan. Was there a special reason you came especially to this lecture? Yeah, we are psychology students, so it's like really interesting to know how those people react who just survived the attack. And he also talked about the PTSD, so the post-traumatic stress disorder. So this was really interesting because we remembered and then I used to like think about how would a survivor, like how do they feel, how can they be happy again, how would they like live their life now, right? En zoals A zeggen, B zeggen en A weer terugnemen. Kiezen als je over het saldo opladen voordat je trein vertrekt. Tijdens het festival werd ook de Edu Perron prijs uitgereikt aan schrijver en antropoloog Sinan Sankaya voor zijn boek Mijn ontelbare identiteiten. Je ziet er niet uit alsof je uit het Noord-Hollandse klei bent getrokken, zeg maar. Ik kan het niet verhullen. Met mijn zwarte haren, bruine ogen, licht getinte huid en donkere baard ben ik een afwijking van de gewone Nederlander. Zij. Gaan, zei zij. Hoe moet ik rennen dan gaan wanneer jullie de knoop legt? Emeritus hoogleraar Paul Scheffer hield de Edu Perron lezing. Een kenmerkende gelatenheid opgeroepen. Een gevoel van burgers dat de overheid niet van hun is, over hun hoofd regeert. Het werd uiteindelijk een hele afwisselende avond, met een overvol spoorboekje, voor elk wat wils. Die eindigde in een heerlijke, zwoele zomeravondsfeer. We zien heel veel blije mensen en ook mensen die denken van daar wil ik wat meer van weten. Die ook tot aan het trekken komen, zeg maar. Dus je bent al tevreden? Ik denk dat ik heel tevreden ben, maar ja, we zullen morgen ook een beetje de reacties afwachten. Ik zie hier wel een hoop volle zalen. Ik zie een hoop mensen ook de esplanade rondlopen, gezellig elkaar ontmoeten. En ik zie ook een hoop mensen die allerlei dingen aan het doen zijn. Spelletjes die met enige inhoud hebben. Mensen die ook gewoon serieuze inhoud willen opzoeken. Een hoop experimentjes en dat soort dingen. Dus voor ieder wat wils, zou ik kunnen zeggen. En er wordt flink gedanst ook links en rechts. Dus dat is ook leuk om te zien. Evening, is there something in particular you will remember for over 5 years? Probably. Yeah, I think that you have to appreciate life more. He had a nice metaphor because he always says, take on the pink glasses, like they say. But it's really, right? You have to appreciate life and live life to the fullest because it can be like over so quickly. And that was really inspirational, but it's like a message we definitely take from it, yeah. En leuk om te zien dat er ineens heel veel studenten dan wel naar de universiteit kunnen komen. Het bruist op de campus. Juist, het bruist op de campus. Ja. Waren we aan toe? Ja, waren we zeker aan toe. Dus ik wel.